don't understand what's going on here. Clubstitute. Dance Radio. We get some fucking fresh beats for years. Het draait allemaal in Clubstitute om regionale DJ's, regionaal producties en natuurlijk ook voor het grote werk, de grote producties. Maar goed, vanavond is het festivalavond en hij is in de studio. Guido. Ik ben er weer. Ja, je bent er weer. Dat is alweer een tijdje, een paar maanden geleden, 2 maanden geleden. Denk ik. Ja, ruim 2 maanden. Klopt. Toen was je in onze studio. Yes. En het is bijna zover, hè? Ja, het duurt niet lang meer. Nog 3 weken voordat we van start gaan. Ja, ik ben heel benieuwd. Helaas kan ik er zelf niet bij zijn. Daar baal ik wel een beetje van. Ja, jammer. Maar ja, ik ben met vakantie en dat moet ook gebeuren. Ja, ook lekker. Dus een van de mensen die komt, die staat daar te filmen. Dus dan weet je het gezicht alvast. Want we gaan een reportage maken, geloof ik, hè? Ja, helemaal super. Ja, het wordt ook live uitgezonden door Omroep Zwolle. Gaat dat nog door? Of? Ja, dat is nog niet helemaal zeker hoe of wat in verband met internet en ruimte en dat soort zaken. Dus ja, dat is nog even afwachten. Ik zou bijna zeggen, moet je ook bij Clubstitute zijn, want die hebben dat allemaal voor elkaar. Ja. Nee, maar goed. En misschien volgend jaar. Hey, ja. Even over het festival. Kun je even vertellen aan de mensen, waar is het en wanneer is het? Festival wordt gehouden op 11 juli in Dalfsen. Het begint om 2 uur. We hebben voorafgaand aan het feest zelf, wat om 3 uur begint, een supersnel DJ-contest. Met 3 jonge talenten die zullen daar strijden voor een plekje om 3 uur te gaan openen. Oké, want die mogen de winnaar van die DJ contest mag dan ook gelijk openen. Ja, dat klopt. Ik heb koffie gedronken, kop een beetje omhoog. Ja, dat wordt ook gefilmd, dus mensen thuis denken, maar goed. Dus leuk zo'n DJ contest. Eerst, ja. Nou is mijn ervaring een beetje, af en toe moet je ook kritisch zijn, hè? En mijn ervaring bij festivals die op de middag beginnen, die middag komt toch vaak wat stroef op gang. Tenminste, de kleine festivals. Als je de hele grote hebt, als Fantasy Island, ja, dat loopt wel. Of festival. Ja. Maar in deze regio, waar ik veel festivals heb gezien, ik weet Explosion in het verleden begon 's middags. Ik weet D-Day in Delemsvaart. En dat liep 's middags toch niet zo lekker. Ja, kan ik me voorstellen inderdaad dat daar vraagtekens bij worden gezet. Het is eigenlijk gewoon even afwachten wat het doet. Het is eigenlijk ook de reden geweest dat we het DJ-contest vooraf gaan houden. Om dan dus meteen om 3 uur al mensen op het terrein te hebben. Ja, want en dan mensen nemen wel support mee vaak. Ja, precies. En dan loopt het vanzelf wel los. Ja. We zullen het ook zien. En misschien bewijzen jullie het tegendeel van alle andere festivals. Laten we het hopen. Want het is de eerste keer dat jullie dit doen, hè? Ja, het is de eerste keer dat het georganiseerd wordt. Dus ja. Het is best wel spannend, ook voor mij. Ik heb het toen al een keer gedaan, gevraagd, 2 maanden geleden. Maar heel in het kort, hoe is het ontstaan? Het is eigenlijk ontstaan in Dalfsen bij het strandje waar ik regelmatig met vrienden wat tijd doorbreng in de zomer. Eigenlijk een beetje eerst als grap, hoe mooi zou het zijn om een keer een dancefestival in Dalfsen te organiseren. Toch genoeg vraag naar. Alleen hadden er veel vraagtekens bij of het wel zou lukken in verband met de gemeente. Dus, en het kost ook wel veel geld, hè? Ja, laten we dat klopt. Even niet vergeten. Dat klopt. Kijk, jij hebt een manier gevonden om een hele grote line-up neer te zetten. Ja. Met heel veel lokale jongens. Dat scheelt natuurlijk wel iets in de kosten. Het scheelt een heleboel. Ja. Maar desalniettemin? Ja, desalniettemin hangt er wel een behoorlijk prijskaartje aan. En maar goed, dat is niet anders. Dat is het risico. Je moet toch iets proberen. En dat gaan we dus doen op 11 juli. 11 juli is dat. En voor meer informatie kunnen mensen terecht op de website. Ja, website www.festival.com. Er staat ook de hele line-up. Timetable staat erop. Huisregels, dat soort praktische zaken. En daar kunnen ze ook de tickets weghalen. Festival.com. In de studio hebben we vanavond 3 DJ's. En dat gaat gewoon een gezellige boel worden. Want Thomas... Ja, hallo, welkom. Ja, dat moet ik tegen jou zeggen. Volgens mij ben jij de eerste DJ die hier staat die niet een plankje nodig heeft om bij de draaitafel te komen. Want we hebben hier beneden zo'n ding staan om op te... Maar je kan er wel bij, hè? Ja, ik moet bijna bukken, maar kom goed. Hij moet ook bukken voor de deur, dus dat scheelt alweer. Maar goed, maar meestal zijn de DJ's wat kleiner. Hey, ben je een beetje zenuwachtig of valt het mee? Nee, op zich valt het wel mee. Okay. Ik heb goed voorbereid dus. Ja, het goede voorbereiding is het halve werk. Hey, Thomas, is dat ook je DJ-naam? Nee, ik draai onder de naam Jalink. Ja. Dus, wat ook je achternaam is, geloof ik, hè? Nee, Jalink en dan T van Thomas ervoor. Ook dacht ik dat je echt zo van achternaam heet. Nee. Thomas, even terug naar toen je een klein jongetje was en voor het eerst ging draaien. Hoe lang is dat geleden? Hoe lang draai je al? Ik denk vanaf nu ongeveer 2 jaar ben ik bezig. En op zich gaat het nu gaat lekker. En dan mag je al 2 jaar en dan op een festival staan? Ja, vorig jaar ben ik eerste festival gedraaid, dus na een jaartje. En via kom je ergens.
Dat is best wel snel eigenlijk als ik binnen een jaar op een festival draai. Want hoe groot het festival ook is, dat maakt niet uit. Maar dat is toch, heel veel DJ's dromen daarvan. Want je begint op je zolderkamer, neem ik aan. Ja, klopt. En hoe is dat verder gegaan? Nou, ik ben eigenlijk al vanaf kinds af aan met muziek bezig. Ik wil altijd de nieuwste muziek, zeg maar. En op een gegeven moment ben ik een keer gevraagd en of ik ergens wil draaien. En dat heb ik gedaan en veel positieve reacties. En van daaruit komen weer andere aanbiedingen. Wat voor stijl draai je? Wat ga je zo meteen draaien? Wat ga je op festival draaien? Op festival ga ik de house en de future house. Dus weer net nieuwe stijl, maar ik vind het op zich lekker klinken. En de mensen die het horen van wat ik heb gedraaid hier voorgaand, die vinden het ook lekker. Ik weet niet of je dat al mag zeggen, maar weet je op welk tijdstip je draait? Of mag die dat nog niet zeggen? Ja, dat mag hij zeggen. Oké, want de vorige keer waren de tijden nog. Maar weet je al op welke tijd heb je draait? Uit mijn hoofd 7:15-8:00. Ja, dat doe je heel goed. 7:15-8:00. Dus dat is een uur en een kwartier. Kan je net even lekker wat opbouwen. Ja, klopt. En dat is ook waarschijnlijk het moment dat het echt het eerste, echt wat meer publiek binnen gaat komen. Ja. Hoop ik voor je. Dat hoop ik ook, Hoop ik ook voor Guido. Ja. Waarom deze stijl house? Waarom niet hardstyle, wat in deze regio heel populair is? Waarom? Ja, ik vind zelf, ik kan er zelf lang naar luisteren. En dus op zich is er veel vraag naar. Mensen, het is een breed publiek op zich. Als je kijkt nu naar de top 40, staan veel dance en house nummers in. Dus op die manier ben ik er eigenlijk ook mee in aanraking gekomen. Hey, hoe ben je in contact gekomen met de mensen van Festival? Via Robert Lans, die heb ik op een feestje gesproken en die heeft mij gezegd van stuur uitnodiging naar Guido en wacht af. Ja, iemand zijn telefoon die stoort op de zender. we kijken wel even, maakt niet uit. Oké, dus je hebt die uitnodiging gehad. Je komt ook uit de regio hier? Jij komt uit Luttenberg, is wel een... dichtbij eigenlijk, ja. Ik kan, prima te doen. Ik wil zeggen, ik kan het op de fiets, maar dan lieg ik. Nog even, ik ga even naar Guido, want ik heb even geen vraag. Dat overkomt zelfs mij wel eens een keer. Hij staat op de House of Shade stage. Ja, klopt. Twee stages. We gaan straks bekendmaken wat de line-up van die stages is. Ja. Waarom twee stages? Om de doelgroep gewoon wat breder te maken. Hardstyle is toch wel een grote doelgroep. Ik hou zelf erg van house muziek, daar gaat ook mijn voorkeur naar uit. Dus dan is de keuze snel gemaakt om er een tweede stage bij te zetten en om dat house te laten zijn. Het kwam een beetje op mij over, maar ik heb dat nooit aan jou gevraagd, dus dan vraag ik het nu. Dat toch in eerste instantie het wel de bedoeling was vooral op hardstyle te richten. En dat House of Shades er een beetje later bijgekomen is, of is dat helemaal niet zo? Nee, het was in het begin was het idee meer zeg maar richting de techno. Alleen omdat de doelgroep voor techno er toch wel een stukje minder is als house, is het uiteindelijk toch house geworden. Ja, als je in Groningen had gezeten, had je techno moeten doen. Want precies, veel studenten, daar, ja klopt. Ja, is echt gigantisch. Of in Berlijn. Maar dat is in Nederland toch een vrij kleine scene. Als ik zo om me heen kijk, is die wel groeiende nog steeds. Dus ik zie dat wel goed komen. Even terug naar Thomas. Produceer je ook zelf? Want tegenwoordig als DJ alleen maar draaien, je komt er eigenlijk niet meer mee. Nee, klopt. Daarom ben ik ook sinds kort begonnen. Maar het is zo'n ingewikkeld programma. Dus waar werk je mee? Fruity Loops. Oh, Fruity Loops. Ja, je hebt Fruity Loops, je hebt Ableton, je hebt Logic, je hebt en nog veel meer. Want andere, mogen niet voor één ding reclame maken. Het zijn allemaal goede programma's om muziek mee te produceren. De mensen die de video kijken denken, hey, hij trekt, terwijl hij aan het presenteren is, gewoon een stukje plakband van de... Dat is allemaal live radio, jongens. Maar goed, het is wel, heb je er ook hulp bij? Want het is toch best lastig dat produceren. Althans, om te leren, als je het eenmaal kunt, maar... Nou, ik ben vooral nu zelf aan het experimenteren. En ik ken wel enkele mensen in de buurt die mij wel willen helpen. Dus daar wacht ik nog even op. Eerst zelf even kijken. En dan schakel ik hun in. Ja, er zijn heel veel lokale producers. Misschien dat wij ook nog wel wat kunnen helpen, want we kennen veel mensen. Dus wat dat betreft, onder andere een aantal mensen. Ik denk dat je bij de festivals moet praten. Er zijn best wel wat mensen die daar ook draaien, die ook produceren. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Mensen die produceren en ook wat events organiseren. Zo hebben we de Demolition DJ, die zit in Club Update in Duitsland. Edwin. Edwin, ja. Misschien als hij zo iemand ziet en...
En hij vindt het lekker klinken, dan je weet het nooit. Is dat ook een van jouw doelen om, omdat je eigenlijk alleen maar lokale jongens hebt staan, als ik het zo mag zeggen. Ja. En dat bedoel ik niet denigrerend. Ik vind het juist heel vet dat jullie dat doen. En ik vind het ook nog heel knap dat je zoveel kaarten hebt verkocht. Yes. Met eigenlijk geen grote headliner. Nee, dat klopt inderdaad. Sorry Edwin als je luistert. Ja. Ja, goed, dat klopt inderdaad. We zitten nu ruim over de 700 heen en de verwachting is dat we toch wel de 900 aan gaan tikken. En het mooiste zou zijn als het de 1000 worden. Zo voor de eerste keer, dat zou het prima zijn. Daar gaan we op hopen. Ja, mochten mensen nog kaarten willen winnen, want kaarten zijn te koop via festival.com. Ja, klopt. Mochten ze kaarten willen winnen, dan kan dat. Ga naar facebook.com/clubstitute, facebook.com/clubstitute of kijk op onze Clubstitute website www.clubstitute.nl en klik dan op radioshow. We hebben een Facebook actie en dan kunnen mensen kaarten winnen. Ja, voor het geval dat iemand geen kaart wint, hebben we ook nog een kortingscode aangemaakt. Die kunnen ze gewoon invoeren bij de koop van een ticket. En dat is Clubstitute. En dan krijg je korting en dan zijn de kaarten maar €5. Yes. Ik heb niks fout gezegd, hè? Nu. Nee. Nee, niet dat ik jou hier in één keer, anders moet ik straks bijbetalen. Oh, nee, volgens mij net als de vorige keer, hè? Tomahawks en Ray of Light. De bootleg althans van de Tomahawks van deze plaat van Broiler. En deze plaat kun je ook stemmen voor de regionale Dance Top 3. De top 3 die Clubstitute iedere maand uitzendt met alleen maar lokale en regionale producers. Produceer jij ook of? Nee. Oh. Nou ja, geprobeerd, maar nee, het komt er niet echt uit nog. Freakless behind the mic. Jawel. Waarom komt het er niet uit dan? Ja, ik weet het niet. Ik ben soms bezig en dan denk ik van, jee, leuk. En dan de volgende keer weer. Of ben je te kritisch? Ja, dat denk ik. Misschien wel. Ja, want dat heb je natuurlijk ook. Ik produceer zelf ook wel een beetje. Een paar van die moppies. En dan heel veel verdwijnt in een map van nooit meer draaien. ik zie daar iemand anders ook lachen. Volgens mij herkent hij dat wel. Want die produceert. Jij produceert toch ook? Ja, want ik ga straks een track voor jou draaien. Dus maar we gaan straks met hem praten. Hey, maar dat is wel moeilijk. Behind the mic, Freakless. Yes. Wie is Freakless? Ik ben Sean Silb. Ik kom officieel in Nieuw-Leuzen en woon sinds 7 jaar en 8 jaar in Dalfsen nu. En ja. Kan je ook niks aan doen? Nee, het gebeurt. Het overkomt je. Ja, nee. En wat dacht jij toen je hoorde van dat initiatief? Want Photo Dance was het initiatief van Guido, waarmee hij begon. Om te peilen of er interesse zou zijn voor een festival. Een festival, ja. Nou, ik had gelijk eigenlijk al het idee dat het wel goed zou gaan werken. Omdat je toch al heel veel, ook in de omgeving, hier de vraag naar is. Naar zo'n festival. En nog nooit in de buurt zoiets gehouden is, zeg maar. Dus dat is op zich wel mooi dat hij dat gedaan heeft. En het blijkt nu dat het ook een succes wordt waarschijnlijk. Ja, want de kaartverkoop gaat lekker. Dat is duidelijk. Hoe laat sta jij op de stage? 9:15 tot 10:30. Oh, dat is een mooie tijd. Ja, één de laatste. Ja, dat is inderdaad. Dat is inderdaad heel erg lekker. Dan is het waarschijnlijk lekker druk. Ik hoop het wel. Ligt dat nou ook extra druk op jou dan, als DJ? Misschien daar wel, maar nee. Ik ga gewoon mijn ding doen en ik hoop dat het publiek het leuk vindt. En ik stem af, eigenlijk altijd wel af op het publiek. En dan zie je verder wel. Je bent niet van gisteren, daarmee bedoel ik. Je bent niet. Je hebt al best wel wat ervaring, geloof ik. Ja, ik train dus 16 jaar, zeg maar zo'n beetje. Ben ik bezig nou voor mijn muziek. En ja, overal wel gedraaid. Dus ik ken het wel. Ja. Hey, we gaan zo meteen luisteren hoe je draait. Yes. Ik ben heel erg benieuwd. Guido? Ja. Ja. Hij was er nog. Ik denk, ik maak hem even wakker. En bedankt. Goed. Mensen kunnen nog steeds kaarten winnen via clubstitute.nl. Ja, klopt. Maar ze kunnen ook nog kaarten kopen en typ dan de kortingscode Clubstitute in, dan komt het helemaal goed. Ja. Maar waarvoor gaan mensen nou naar het festival? Want als we even kijken, we hebben het over lokale jongens, dus misschien niet dat alle namen even bekend zijn. Maar toch, we gaan even naar de eerste stage, House of Shade. Kun je kort uitleggen, EDM stage? Wat gaat dat worden? Ja, er wordt inderdaad voornamelijk electronic dance music gedraaid. Verschillende DJ's, allemaal een beetje uit de regio. Zoals al gezegd, geen grote namen. Maar goed, uiteindelijk gaat het gewoon om de sfeer. Freakless staat daar. Hallo, geen grote namen. Ik sta op het podium. Ze zijn niet landelijk bekend, laat ik het even zo zeggen. Het is eigenlijk gewoon lekker om de sfeer, de gezelligheid. Een drankje erbij, leuke muziek en feestje. Ja, en welke DJ's staan op het podium?
Even kijken, de House of Shade, daar hebben we beginnen met DJ Jordi en DJ Gerko. Daarna Divine Light, Oude, Chalink, DJ Jeroen, Freakless en Jabbins. Jabbins is tevens ook de host van de House of Shade. Oké, en we hebben twee van die DJ's al gehoord. Dus wat als mensen vanavond geluisterd hebben, dan hebben ze een klein beetje een idee wat hun te wachten staat. Ja, Chalink. Even over de Facebook-actie voor de mensen thuis. Facebook.com/clubstitute. Like het bericht en win kaarten. Het is al een paar keer gedeeld, dus de likes beginnen te komen, Guido. Ja, dat was super. Altijd goed. Het is wel grappig. Iemand die vorige week al kaarten bij ons heeft gewonnen, die heeft weer geliked. Die wil het week daarna geloof ik ook weer een feestje. Dus, nou, welkom. Ja, nou, ik heb even foto's gekeken. Het is een mooie blonde vrouw. Dus, kijk, dat is helemaal goed. Die zijn altijd goed, toch? Ja. Hey, even Stage 2. We hebben het net gehad over Stage 1. Dat was de House of Shade. Leuke naam trouwens. Leuk bedacht. Ja, dank je. Ja, het was in eerste instantie de bedoeling dat er een soort van afdakking kwam. En vandaar dat we ook op die naam zijn gekomen, House of Shade. Inmiddels lijken de bezoekers dus steeds meer en meer te worden. Dat die optie gewoon te klein is. Dus we hebben nu gewoon een wat grotere tent gekozen. Maar het blijft House of Shade. Nou, we zijn heel benieuwd. De tweede stage, de main stage genoemd. Dat is toch een beetje de stage die in deze regio misschien wel... Ik verwacht daar het meeste van. Ja, dat ik verwacht daar ook. Ja, klopt. Want hardstyle leeft toch wel in deze regio. Maar het wordt niet echt alleen maar hardstyle. Hè? Het wordt ook wel iets hardere stijlen, toch? Het is zeg maar vanaf de middag euforisch. En dat wordt een beetje opgebouwd naar de rauwe stijl, zeg maar. Op die stage staan voor mij wel een aantal bekende mensen. Ja, dat klopt. Mag Protease afsluiten, geloof ik? Of? Nee, Protease die staat om 5:30. Okay. Want die gaat maar die gaat altijd wel lekker rauw. Ja, dat klopt. Maar hij doet even een stapje terug voor ons. En, heb je hem zo ver gekregen? Ja, precies. Hij gaat direct daarna gaat hij... Jij moet hij volgens mij naar Friesland feestje draaien. Oh, dat was het, ja. Ja. Dus, daar kan hij lekker losgaan. Welke DJ staat nog meer op de main stage? Gies, die begint. Nou ja, allereerst hebben we vanaf 3:00 de winnaar van het DJ contest. Dan hebben we Gies, een jongen uit Dals, DJ Beatbop, Protease, ScorpX, gaan we zo meteen even naar luisteren. De Demolition DJ, DJ Miss J en de afsluiter is Replay en Elusive. Ja, in ieder geval voor mij twee, ik hoor wel meer bekende namen, maar Miss J, nou ja goed, het is een good old times, zeg maar zo. Yeah. Die kan ook wel behoorlijk rauw gaan. Die kan ook rauw gaan inderdaad, alleen het is een geboren Dalsenaar. En ze zegt, nou ja, voor vechten. Die mag niet ontbreken natuurlijk. Nee, precies. En iemand die ook tegenwoordig niet meer in jullie omgeving woont. Hij woont ergens daar in Twente. Ja, of Duitsland of zo. Ja, die kant hij op. Is een beetje weggestopt. We hebben hem verbannen. Maar hij mag op 11 juli terugkomen. Hij ook een bekende voor mij. Ja. En voor jou natuurlijk. Ja. Edwin Oosterlaar. Ja, klopt. En de Demolition DJ. Yes. En dat is altijd afwachten. Want die draait alle harde stijlen. Volgens mij behoorlijk breed inderdaad. Ja. Een van de DJ's die ook op het stage staat, ik kom bijna niet uit mijn woorden, maar een van de DJ's die ook op stage staat is ScorpX. Yes. En hij heeft ook voor jullie een anthem gemaakt. Ja, helemaal super. Ja, daar ben ik heel blij mee. Helemaal belangeloos en gratis. Ja, het is een geweldige kerel is het. Hij is ook in de studio, we gaan zo met hem praten. Yes. Lekkere vogeltjes op de achtergrond. In this world. En dit is de anthem van Vechtival. Of extremes. We are no longer in control. Computers have taken over. And nature as we know it will be ruled by machines. This galaxy will break this chain and show its purity. There, mankind will discover a unity, a power, persistence. The Factor Four. We'll be right back.
future as we know it will be ruled by machines. A shield, a unity, a power. The Factor Four. In control. Let's go.